Ik kan het niet helpen. Ik wist nergens van niks. Hou je mond. Wij zien jouw dealer met een man van narcotica. Jij zegt dat is niks. Maar wij moeten daar een heel safehouse voor opgeven. Een hoop werk. Je hebt je mensen niet binnen de hand. Je weet wat daarop staat. Ik heb je er nooit belazerd. Nooit. Ik geef je nog één kans. Als je die verknalt, is het afgelopen. Namen. Feestjes. Er wordt al gedeeld. Klein spul. Jij neemt over van Pauli. Het gaat om het meisje. Oké. Is ze hier? Nee. De vader is net overleden. Daarom is ze er helemaal rijp voor. Talsma, heb jij nog met Adrienne gepraat? Ik bedoel of ze ermee doorgaat. Of is ze er vanaf? Meneer Bilderijk, ik zou het echt niet weten. Net nou een beetje resultaat beginnen te boeken. Ja, dit is een prachtig resultaat. Verkeerde gezichten gezien? Nee, ze kijken wel uit. Even over Ellie. Als ze opeens besluiten straat op te gaan. Ik kan haar niet eens tegenhouden. Zien ze zelfmoordneigingen? Ze wordt gek op die kamer. We kunnen niet eens geheim houden. Misschien is iets voor Rebecca. Hoi. Nee. Wat jong, onze oude maat, de stuurman. Ik heb hem praktisch niet meer gezien sinds wij gescheiden zijn. Zo gaat dat. Ja. Oh, ik voel me zo schuldig. Ja, dat hebben we allemaal.
schat toch. Als je langs wil komen, kan je dat altijd doen, hè? Bel je dan? Hey. Zal ik met je meegaan? Nee, dank je. Dat is niet nodig. Als je er nou een paar dagen tussenuit wil, een paar dagen Venetië of zo. Dat kunnen we doen, hoor. Dat lijkt me leuk. Oké. Dan lieverd. Zo op de unit? Laat me maar even met rust. Ik vind dit miserig. We zijn de club van Seidhoff kwijt. Lottie Werner en haar mensen die staan op non-actief. Alle afdelingen staan droog omdat we Hermers kwijt zijn. En jij wil niks doen. Ja, laten we als een stel ordinaire gangsters wraak nemen en de mensen van de unit afmaken. Elke organisatie die eraan begint gaat uiteindelijk te gronden. En terecht. Ik heb het niet over afmaken. Ik heb het erover die lui zoveel zorg aan hun kop te geven dat ze hun werk niet meer behoorlijk kunnen doen. Die over je reading. Dat is de zwakke plek. Die zal er nou wel mee stoppen. Dat mens stopt er niet mee. En ik wil ook helemaal niet dat ze ermee stopt. Er zijn andere manieren. Chiffon, dat is nog maar het begin. We doen er een schepje bovenop. Elke vrouw is gewoon een moederdier. Moeten we naar school morgen? We kunnen ook een dagje naar zee gaan. Dan moet ik er de hele tijd aan denken. Dat doe je toch wel. Ik ga niet naar school en ik ga ook niet naar zee. Ik denk dat papa zou willen dat wij proberen om met z'n drieën door te gaan. Dat wij ons best doen om daaraan te wennen. Nou, Paul er niet meer is. Moeten we toch met z'n drieën voor elkaar zorgen? Ik dacht dat jij naar de unit was. Het laatste wat hij ooit tegen me zei was daar. Ik ben een uurtje weg. Even later lag hij in coma in het ziekenhuis. In die 2 maanden is hij geen moment ook maar even wakker geweest. Dat is het ergste. Dat ik hem niet heb kunnen zeggen hoe verschrikkelijk gelukkig ik eigenlijk was met hem. Met de kinderen. Paul wist het. Laten we in godsnaam zijn reputatie redden. Paul corrupt. Dat is toch het smerigste dat iemand kan verzinnen? Zelfs Bilderdijk begrijpt het als je er een poosje tussenuit wil. Nee. Ik wil dat je dat van Chiffon uitzoekt. Wie wist dan allemaal dat Paul dat pseudoniem van Chiffon gebruikte? Dat wist ik zelf niet eens.
Maar hoe komt Skilla erbij? Die zijn van mij nog niet af. Nee, maar misschien zijn er auto's. Of niks. Helemaal niks. Goed. Hoe staan we ervoor? Ik heb zojuist mijn tapes afgeluisterd. Misschien hebben we er een. En Lottie Werner? Illegaal afluisteren is te riskant. Of Skilla komt erachter, dan zijn we er kwijt. Of de advocaat komt erachter, dan zijn we er ook kwijt. Je krijgt geen machtiging voor een makelaarster die alleen maar een schip probeert te verkopen. Wel met voor 10 miljoen gestolen kunst aan boord. Adrienne slaat al op tilt als ze merkt dat we Ellie van Eyck vasthouden. Hé? Adrienne hoort nog bij de unit? Ja. Ja, ze gaat ermee door. Kinky. Hallo. Komt zo goed. We hebben illegale telefoontaps op 2 van die mensen die met een stip staan op de lijst van Hermes. 1 werkt bij een bank, de ander is een zekere Jan Smits. En die zit als uitzendkracht bij een internationaal transportbedrijf. Gisteravond om 10:15 kreeg hij een telefoontje van een zekere Kees. Jan Smits, oom Kees. Wat is het? Ik heb toch afgeleverd? Het gaat om die wagen uit Tirana, maar mensen zitten daar te wachten. Moment. Hij is er al. Ze laden morgenochtend. Ze vertrekken meteen en Leijman zit erop. En stopt hij bij Bloemhof? Ja, hij komt via Arnhem. Normaal is hij daar tussen 8 en 10. Mooi. Als het klopt, krijg je een envelop. Oké. Ik heb gecheckt. De transportfirma verwacht de 4:12 morgen, eind van de ochtend. Een Bloemhof is een wegrestaurant. Contact van Van Maurik was ene Dirk. Nu hebben we een zekere Kees. Ik zet hem voorlopig als setbaas van de drugsdivisie. Waarom wist ik er niet van Ellie van Eyck? Waarom wist ik dat niet? Ik dacht dat we geen geheim hadden. Ja, sorry, we moesten het nog helemaal snel oplossen. Ze zit op een schuiladres. Kijk, ze weet niks of ze doet of ze van niks weet. Ik denk het laatste. Wil jij het eens proberen? Ja, nu? Ja. Mary Kuiper, wat doe jij hier? Ik ben inspecteur van politie. Dus we hebben dit allemaal aan jou te danken? Nou, meer aan jezelf, lijkt me. Laten we ophouden met de flauwekul, Ellie. Hermes is een tak van een misdaadbende. De politie ging er achteraan en ik ben er gewoon één van. Ik wist altijd al dat er iets niet aan jou klopte. Dat is heel mooi. Ga je even zitten? Ga zitten. Hoe eerder we die mensen te pakken hebben, des te eerder jij gewoon weer op straat kan. Ik weet nergens wat van. Je bent ze niets verplicht. Ze proberen je uit de weg te ruimen en je baas laat je barsten. Snap je het eigenlijk wel? Die pseudo-politieman. Die kwam om jou te liquideren. En weet je hoe die dat doet? Hij is heel vriendelijk. Hij houdt een dot chloroform voor je neus. Hij trekt je kleren uit. Hij legt die kleren keurig netjes weg. Hij trekt je pyjama aan en stopt je in bed. Hou op, ik wil dit niet horen. Hij draait je op je buik en geeft je een injectie in je knieholte. 60 milligram zuivere nicotine. Je bent dood voordat je het weet. Geen sporen. Geen vingerafdrukken. Hij heeft handschoenen aan. Hij had toch handschoenen aan? Ze doen een sectie in het mortuarium. En ze vinden nicotine in je bloed. Ellie zal wel roken, weten zij veel. Gerrits, Anna Groothuis, Emily de Bond. Je kent die namen, je hebt ze zelf uitgezonden.
Ze hebben allemaal zo'n injectie gekregen. Ze sturen die man niet voor niks. Je weet te veel, daarom ben je gevaar voor ze. En voordat hij er vandoor ging, heeft hij ze misschien ook nog wel eventjes gewaarschuwd, die Veenstra van je. Ellie? Leuke meid. Maar ik zou er wel eventjes uit de weg ruimen. Dat is niet waar, zoiets zou Gerrit nooit doen. Je veilige leventje is verleden tijd. Ik denk dat mijn collega's net op tijd waren. En als jij nu de straat op gaat, gebeurt het alsnog. Kom op, Ellie. De uitzendkrachten. Ze werden gecheckt. En als ze geschikt leken, dan werd er gevraagd of ze iets bij wilden verdienen. Ze moesten informatie uit computers halen en daar werden ze dan voor betaald. Dat ging allemaal buiten mij om. Ze kregen speciale opdrachten. Ik weet niet van wie. Ik wil namen horen. Gerrit liet mij nooit in zijn computer. Je had een verhouding met die man. Hij werd toch wel eens opgebeld? Ja, ik heb één keer de telefoon aangenomen van een man. Zeg maar zijn baas, die Gerrit wilde spreken. Maar Gerrit was er niet en die man die werd kwaad en die zei dat ik moest doorgeven dat hij Johan moest bellen. Nou, toen ik later bij Gerrit in zijn kantoor kwam, toen leek hij me nogal overstuur. En er lag een notitie op zijn bureau met die naam, Johan, erop en data. Alleen maar Johan? Mm-hmm. Later heb ik gevraagd aan Gerrit of dat nou de baas was voor wie we werken. En toen antwoordde hij dat dat nog de minst erg is van de twee. Twee? En wie is die ander? Dat weet ik niet. Gerrit heeft die notitie verscheurd en mij gevraagd of ik het zo snel mogelijk wilde vergeten. En het woord Scylla. Nooit eerder gezien of gehoord? Dat heb ik al 100 keer gezegd. Ik wil niet dat de kinderen wakker worden. Het is beter dat Jules iemand ze niet hoort, want die gaat meteen weer van alles denken. En ik wil niet dat ze weet waar dit over gaat. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik was bang dat je al op bed lag. Waarom slaap jij nog niet? Ik kon gewoon niet slapen. Ik zat de hele tijd aan Chiffon te denken. Maar ik wilde het niet alleen uitzoeken. Wat? Kom maar mee. Allemaal uit Paals studententijd. Nog voordat ik hem kende. Nog voor zijn promotie. Wat verwacht je hiervan? Nou, misschien degene die de naam Chiffon gebruikt om Paul verdacht te maken. Hij moet Paul gekend hebben. Dat is in deze tijd. Moet een kleine kring zijn geweest. Waarom? Omdat ik het anders geweten zou hebben, geloof me nou maar. Hier, kijk jij hier even in. Nou toch. Hij was nog anarchist ook. Het zijn alle studenten. Kijk, anarchie als volmaakte vorm van samenleving. Kijk, en hier. Als een utopie bedacht kan worden, kan hij ook gerealiseerd worden. Want het menselijk brein kan niets bedenken dat ook niet werkelijk bestaat of kan bestaan. Nou, zo weet ik er nog wel een paar. Hij was 20 toen. Hier, Epicurus. Dat is een studentendispuut op de juridische faculteit. Paul was een van de oprichters. De 12 gezworenen.
Kijk, Paul Rieding. Pecuniaris met HH erachter. Maar dat is toch zijn handschrift? Hij was de penningmeester. 12 studenten. Maurice Prezes. Dit zijn de mensen die Paul Chiffon noemde. Probeer een klein beetje te slapen. Hey, kun je niet slapen? Wie was dat? Duart. Wat moest hij? Gewoon, werk. Op zolder. In de spullen van papa. Nou, kom mee. Wat moet Ruud in de spullen van mijn vader? We hadden iets uit te zoeken. Het heeft te maken met papa's studententijd. En daarom moet jij midden in de nacht met hem op zolder zitten. Ik weet niet wat jij allemaal in je hoofd haalt. Maar ik weet wel dat je ermee ophoudt. Waar is Jessie? Bij mij. Kom eens mee. Ik heb iets voor je. Je hoeft niet te proberen me om te komen. Het is niet van mij. Het is van je vader. Ruimt een donkere BMW achter met twee man erin. En Kinky die checkt het kenteken. En weet je zeker dat ze die vrachtwagen vol vindt? Ja, dat weet ik zeker, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Kinky, ik heb hier een lijst met 12 namen. Vermoedelijk juristen of aanverwant. Waar ze zitten, wat ze doen. Vlekjes op hun staat van dienst, het hele resume. Enkele zijn bekend. Kijk, er staan sterretjes voor. Laat niemand van deze mensen er iets van merken. En praat er met niemand over. Morgen. Heb je me nodig? Ja, werk aan de winkel. De vrachtwagen staat onbeheerd. Ik ga een kijkje nemen. Heb je het kenteken van de BMW? Staat op naam van Kees Groenendal. Klinkt weer als een groenteman. Of het is die Kees van onze tape. Hij heeft een seksclub. Hij heeft geen strafblad. Hou hem op de hoogte. Sorry dat ik u liet wachten. Beuling. Bent Govers. Aangenaam. Wat kan ik voor u doen? Even terug naar uw studententijd. Chiffon, zegt u dat wat? Nee, ik zou het niet weten. Moet ik dat weten? Herinnert u zich deze mensen? Het oude dispuut. Ja, Chiffon, dat was de bijnaam van Paul Rieding.
Heeft dit iets met zijn dood te maken? Na die tijd hebt u die naam nooit meer horen gebruiken? Nee, anders had ik het me herinnerd. Ook niet door een van deze mensen? Nee, zelfs niet door Paul. Ik denk dat hij er wel snel van af wilde toen hij eenmaal kinderrechter was. Dan word je niet meer zo graag voddenbaal genoemd. Is deze lijst compleet of waren er nog meer leden? Het is een heel klein dispuut. Allemaal vrienden. De 12 gezworenen. Het is zo gek. Ik ben zeker de helft van die mensen uit het oog verloren, maar zo gaat dat, hè. Wat moet de politie met deze lijst? Is er een mysterie? Ja, we weten niet of er enig verband is, maar iemand gebruikt de naam Chiffon. We willen graag weten wie. Monteur, jij de BMW? Oké, doe met de vrachtwagen. Vergeet die maar. Ik heb beweging. Het. Ik red me wel. Ik begrijp best als je er een tijdje tussenuit wil. Nee, ik blijf gewoon werken. Dat lijkt me het beste. Voor mij tenminste. We moeten toch door? Met de unit? Ja, dat is waar ik momenteel mee bezig ben, ja. Ik maak mij daar een beetje zorgen over. Dat is niet nodig. Er zijn een paar mooie zaken opgelost. Er zit natuurlijk schot in, al is er nog geen zicht op de top van Skilla. Het is alleen wat ik hier en daar hoor over de methodes. Wat bedoel je precies? Als een minister-president in zijn jeugd de verkeerde mensen heeft gekend, en een heel klein beetje drugs heeft gebruikt, dan kost hem dat alsnog de kop. Of hij heeft de belasting getild voor een paar duizend gulden, nationale heisa. Ik kan dit niet volgen, hoor. Wat denk je dat er gebeurt als de linkse pers erachter komt dat je in een eerdere functie verantwoordelijk bent geweest voor het illegaal aftappen van telefoons of andere afluisterpraktijken? Ik bedoel als je inmiddels procureur-generaal bent of minister van Justitie. Jij bent nogal wat van plan, jij. Dan zal ik nooit iemand vergeten die mij een spaak in het wiel heeft gestoken. Maar er gebeurt niets waar ik niks van af weet. Je hebt toch mijn rapporten? Ik zal ze met plezier toelichten. Leg me dan eens uit hoe het kan dat jullie al een week lang iemand vasthouden om een geheim adres, zonder dat ik ook maar een spoor heb gezien van een aanhoudingsbevel. Zonder dat ik toestemming heb gegeven. Of zonder dat ik er ook maar iets over lees in jouw rapporten. Maar daar is geen sprake van. Oh, dat is die getuige. Welke getuige? Het is een veiligheidskwestie. Daar verwachten we heel veel van. Je krijgt mijn rapport. Ik dacht dat de unit een team was. Hoe kan het dan dat jullie iemand vasthouden op een schuiladres zonder dat ik er iets vanaf weet? Zodat ik als een stomzinnige idioot met mijn mond vol tanden sta bij Bilderdijk die er blijkbaar wel van weet. Adrienne, het ging om Ellie van Eyck, van Hermes. Al gaat het om de koningin. Het was voor de eigen veiligheid. Ben en Amati konden maar ternauwernood voorkomen dat ze geliquideerd werd. Trouwens, ze is er al niet meer. Amati heeft er op de bus gezet naar Oostenrijk. Daar heeft ze familie. Ze blijft een maand weg. Dat hoef ik niet te weten. Het gebeurde allemaal op de avond dat Paul overleed.
Ik heb hem één keer op een foto gezien, maar volgens mij is dit Stef Zuurbier. Oké, blijf hem volgen. Wees voorzichtig. Ik word er bijna paranoïde van. Je eigen mensen, dat is het laatste, verdomme. Precies, een heel simpel antwoord. Simpel? Denk je dat Bilderdijk allemaal microfoons om ons heen heeft hangen? En dat Kinky die niet zou ontdekken? Hij veegt één keer per week de hele verdieping. Sta jij garant voor Breslau? Absoluut. En Amati? Aan de gof. Zo vaak meegewerkt. Hand dit vuur. En dan nog eerder Kinky, nee. Hij is ook flauwekul. De enige van wie ik niks weet is onze eigen Rebecca. Haar werk is top. Ze is ons op het dak geschoven. Ja, door de korpsleiding. Maar daar zit het lek niet. Dat is water en vuur met justitie. Hou het voorlopig maar even onder ons. Bent u de eigenaar? Nee, dat is Jan Versteeg. Kan ik hem bij de receptie vinden? Nee, Versteeg is er alleen zaterdags. Hij woont in het dorpje verderop. Hoezo? Denk je dat er nog zo'n caravan te huur is? Nee, dat zou je Versteeg moeten vragen. Bedankt. Heb je contact met ze? Ze volgen twee wagens. Een ervan is waarschijnlijk Stef Zuurbier. Misschien hebben we eindelijk eens een keer geluk. En die lijst. Ben ik mee bezig. Morgen heb je ze allemaal. Heb je hier microfoons openstaan? Hier op de unit? Uh-huh. Nee, natuurlijk niet. Ik wil dat je Rebecca van me natrekt. Je hebt toch haar dossier? Alles wat niet in haar dossier staat. Als ik met haar standnummer werk, wordt dat geregistreerd. Dan komt ze erachter. Of andere mensen. Dat is niet de bedoeling. Wat zoek je? Als ik het wist, had ik je niet nodig. Ik doe mijn best. Ik verwacht niet te veel. Hou je het een beetje vol? Nee. Eenmaal een kogel in je buik voor de rest van je dienstjaren in de papierwinkel. Mijn pensioen komt eraan. Hoe is die unit? Dat is wel goed. Jij hebt toch al het papierwerk gedaan in verband met de overplaatsingen? Ik wou dat ik mezelf er ook naartoe gedetacheerd had. Wie van de korpsleiding heeft Rebecca de Leeuw naar voren geschoven? Dacht ik toch dat je voor een kopje koffie met een oud collega kwam.
Ruwe Tasma houdt zich toch niet bezig met politiek? Ik ben gewoon nieuwsgierig. De korpsleiding wist niet eens hoe de naam van de dame in kwestie gespeld werd. Maar wie heeft er dan op die lijst gezet? Jij, dacht ik. Ik wil het wel voor je uitzoeken. Stef Zuur weet dat hij hokt in zo'n caravan. De monteur zit in een schuur. Ik neem aan dat ze bewaking hebben, misschien zelfs een lab. Waar is de BMW? Die is gestopt voor een besloten club. Je maakt ze niks. Ze rijden een beetje in de rond en ze zitten nergens met de vingers aan. Geen strafblad. De schone jongens van Skilla. Hey! Ik heb je lijst zo wat rond. Mooi zo. Kinky, even wat anders. Heb jij taps op onze telefoons? Nee, natuurlijk niet. Over een uur is iedereen weg, behalve jij. Ik wil dat je een tap zet op het telefoon van Rebecca. Alle gesprekken automatisch op de band. Afluisteren van eigen mensen. Weet je dat ze daar ministers voor ontslaan? Het is maar voor even. Het is een gok. Als er iemand voor de bel gaat, dan ben ik het en niemand anders. Ik geloof dat ik eerst wil weten wat hier aan de hand is. We hebben een lek. Regelrecht naar justitie. Dat wil ik uitroken. Met jouw hulp. Dit is de schuur. Ja. Ben en ik nemen deze caravan, de man die in deze caravan zit. Het moet allemaal op hetzelfde moment gebeuren. Er zijn mensen in de schuur. Er zit een bewaker voor. Ik denk dat hij radio heeft. Dat is vervelend. Shit. Kun jij hem afleiden? Ik zoek de caravan van meneer Gorter. Simmerwille, zegt u dat iets? Vraag maar ergens anders. Dat moet hier ergens. Oh. Lok hem hier eruit! Tengels in de lucht, kom op! Godverdomme, ze kerk van je. Kom op eruit! Hierop!
Gaat het? Ja, gaat, gaat. Ambulance onderweg. Check die caravan eerst. Ben is geraakt. Verdomme, waar is hij? Bij de ambulance. Kalm maar, het is een schampschot. Ga even binnen kijken, Ruud. Niemand raakt dat ding aan. Berg hem maar goed op. Ik wikkel dit straks wel met je af. Jezus, Mina, een bezoeker. Rebecca. Ja. Over een half uur op mijn kantoor. Oké? Okay? Wat heb je voor ons? Alles. Als jij de mensen hebt, heb ik het spul. Wat is er? Was je er niet tevreden mee? Waar is Pauli? Pauli is op vakantie. Doe jij even zaken voor me? Jij belaat het me niet, hè? Denk je nou dat we blind zijn? Je hoeft het mij niet te vertellen, maar ik zie toch zo dat je het niet ziet zitten. Gek je niks. Wacht nou even. Ga mij ook niks aan, maar daarom kan ik nog wel met je meevoelen. Hier, ik kan hier eens slapen. Elke avond eentje. Dat is wat de dokter zegt. Cadeautje van Annie. Oké? Heeft dus iets opgeleverd. Hoe is het met Ben? Dat gaat wel goed. We hebben een forse partij heroïne. Een paar kleine visjes, maar ook een bonus. Stefzuurbier. Dat is die man die ontsnapt is van dat schip met die gestolen schilderijen? Ex-marinier. Gedwongen ontslag. Verdacht van wapendiefstal, maar dat konden ze niet hard maken, anders dan was het krijgsraad geweest. En dan had Skilla hem niet ingehuurd. We houden hem voorlopig vast. Maar dat kunnen wij wel hard maken. Behalve dat hij op Ben geschoten heeft. Het is een van de uitvoerders. En ik denk dat hij betrokken is geweest bij de aanslag op Paul. Ik ga naar huis. Ik zie je morgen. Spijt me van de overlast. Het is maar een huis. Het zijn maar dingen. Dat vergeet je soms. Je aanslag op uw man, had dat hierin mee te maken? Waarschijnlijk, ja. Laat ze er maar voor bloeden. Jezus, je had me moeten oppiepen. Bloedend op het slagveld lag. Ze mogen niet aan je komen, uw godzakken. Vind ik ook. De pijn? Ondraaglijk.
Wat is er aan de hand? Ja, precies. Wat denk jij dat regel nummer 1 is als je bij een speciale unit werkt? Waar ligt je loyaliteit? Bij je eigen mensen of bij de buitenwacht? Ja, waar heb je het over? Ik weet niet wie het is, maar hij heeft geen benul van veiligheid. Het is geen politieman. Hij lult erover, hij maakt notities en de schoonmaker verdient een centje bij. Daardoor is waarschijnlijk al een groot huis geliquideerd en ook Emily de Bond. En op een haar na Ellie van Eyck. Ik heb het over dat leuke contact van je. Welk contact? Leg het hem maar uit. Unit 13 kan niet werken zonder wederzijds vertrouwen. Je kan je boeltje pakken. Ben niet goed bij je hoofd. Moet je spreken.